Welkom bij weer een nieuwe video van Sensation Massage Praktijk en leuk dat je er weer bij bent. En deze video is een vervolg op de video die ik vorige week met je heb gedeeld. Wat hebben we toen gedaan? We wilden wat oprapen van de grond. Maar als je eenmaal bij de grond bent, hoe kan je dan beter omhoog komen? Want vaak voel je dan ook heel erg veel pijn en trekken in de lage rug. Daar gaan we mee aan de slag. Dat gaan we onderzoeken hoe we dat kunnen verbeteren. Ik zal je vertellen waar het misgaat. Je staat gebukt met je handen dicht bij de grond en je wil overeind komen. Je spant de spieren in je onderrug aan en met veel pijn en moeite kom je overeind, want je had last van je rug en je gaat vanuit je rug omhoog. Daar krijg je dus die pijnklachten van. Dat gaan we op een andere manier doen. In plaats van denken hoe kom ik omhoog, wat veel energie kost en pijn in de rug doet, gaan we denken aan wegduwen. Wegduwen vanuit een ander lichaamsdeel. Deze oefening kan je het beste doen bij de trap. Want als je niet zo lenig bent, dan zet je je voet op een wat lagere traptrede. En ben je wat leniger, dan kan je ook een hogere traptrede pakken. Bovendien kan je jezelf goed vasthouden aan de leuning, zodat je niet je balans verliest. Zet één voet op de traptrede en buig rustig je been. En denk er nu aan om met je voet en je been de trap weg te duwen. Dus je buigt je been en duw de trap weg. Dus buig je been en duw de trap weg. Buig je been, misschien helpt het om je handen te gebruiken voor het idee, duw weg. Buig je been en duw weg. Andere kant, één voet, buig je been en duw de trap weg met je been en je voet. En buigen, duw de trap weg. En buigen, duw weg. Laatste keer, buigen en duw weg. En natuurlijk gaan we niet de trap wegduwen, want we hebben wat op de grond laten vallen. Nee, we gaan de grond wegduwen. Dus we waren naar voren gebogen om wat op te rapen. En in plaats van de rug te gebruiken, duwen we met onze voeten en onze benen de grond weg. Dus je raapt wat op en je duwt de grond weg. Dus je raapt wat op en je duwt de grond van je weg. En je raapt wat op en met je voeten en je benen duw je de grond weg. Bedankt weer voor het kijken en ik hoop dat je wat aan deze uitleg hebt gehad. Wil je geen video van mij missen? Dat kan door op onderstaande abonneren knop te drukken en het belletje. Als je die ook aanklikt, dan krijg je iedere keer een signaal als ik een nieuwe video upload. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een ander onderwerp, dus ik zeg maar weer tot dan!